Hallo, mijn naam is Gijs Bodestaf. Ik ben een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video laat ik jullie zien, stap voor stap, hoe je eenvoudig een Gmail-account kunt aanmaken. Ik gebruik hiervoor even een fictieve naam. Piet de Vries in dit geval. Ongetwijfeld zal deze naam al in gebruik zijn. Dat gaan we even kijken. En inderdaad, deze naam is al in gebruik. Maar Google geeft je gelijk een suggestie. Nou, ik pak een willekeurige. Er wordt gevraagd om een wachtwoord te maken. In dit geval, ja, even kijken hoor. Dat doen we dan nog een keer. Nou, er wordt gevraagd om een dag in te vullen. Nou, ik pak een willekeurige dag. De maand, april. Nou, doen we 1980. Dan wordt je gevraagd om je geslacht in te vullen. In dit geval een man. En dan wordt er gevraagd om een telefoonnummer in te vullen. En dit wordt eigenlijk gedaan om je account te verifiëren, of dat jij ook echt de persoon bent die je denkt te zijn. En ook een soort security reason, dat als je ooit je wachtwoord kwijtraakt, dan kan Google je via sms je wachtwoord toesturen. Nou, je hebt twee opties. Je kunt een mobiele nummer invullen. Of je kunt ook een vaste lijn gebruiken, mocht je geen mobiele nummer hebben. Nou, ik heb wel een mobiel nummer, maar ik ga in dit geval toch even een 020 nummer invullen. 412. Nou, dan wordt er gevraagd om een ander e-mailadres. Dat gebruikt Google op het moment dat er iets mis is, of dat je je wachtwoord kwijt bent. Hè, een alternatief e-mailadres. Nou, ik gebruik hiervoor het e-mailadres Online Video Marketing Academy @gmail.com. Nou, dan wil Google nog even weten dat je geen robot bent. Dus wij typen even je kunt hier zien, hier staat een getal, die moet je even invullen, in dit geval 100. Locatie is Nederland. En dan druk je op volgende stap. Nou, dan krijg je de privacy voorwaarden. Dan moet je even naar beneden scrollen. Dan wordt de knop ook pas blauw, dus als je niet naar beneden scrolt, kun je niet direct akkoord geven. Nou, je klikt op ik ga akkoord. En als het goed is, zou er dan nu een telefoon moeten afgaan dat Google met een automatische voice mail of een stem gaat bellen. En krijg je de code om je account te verifiëren. Nou, ik druk even op spraakoproep, want we hebben natuurlijk een 020 nummer gekozen. We drukken op doorgaan. En dan gaan we even kijken hoe lang het duurt voordat Google ons gaat bellen. Nou, dat is sneller. We hebben een beller. Vijf, één, twee, nul, twee, nul. Nou, helemaal goed. Het e-mail wordt nu aangemeld. Hij is geverifieerd. En kunnen we eigenlijk direct aan de slag. Bedankt voor het kijken. Heeft u nou meer hulp nodig bij Google producten? Abonneer u dan nu op dit kanaal.